Ik ben Robert Koster, woon in de Tekortenmarkt, 20 jaar en ik kom uit de jeugdopleiding van Cirkel Brugge. Ik ben heel tevreden, heel fier ook dat ik vandaag heb kunnen tekenen en voel me ook heel vereerd om bij deze mooie vereniging te kunnen tekenen. Ik denk dat ik een speler ben die altijd tot uiterste gaat. Vooral een speler die zich in de duels vastbijt, ballen proberen af te pakken en terug te spelen naar mijn teamgenoten om dan verder spel te maken. Ik denk dat ik ook een leider ben op het veld. Mijn ploegmaten aansturen, positioneel proberen goed te zetten. Ik denk dat dat een beetje mijn voornaamste taak is binnen de ploeg. Ja, je tekent vandaag je eerste profcontract. Dat is waarschijnlijk wel een jongensdroom die in vervulling gaat. Dat is zeker waar. Als jonge gast droom je daarvan om ooit hier in dat stadion te kunnen spelen. En ik hoop dat ik vandaag daar een eerste stap toe gezet heb. Dus ik ben Charles van Houten. Ik ben 19 jaar en ik speel sinds mijn U15. Bij Cercle Brugge. Daarvoor speelde ik bij KSC Wilsbeke. Ik heb ook 2 jaar bij Zoutwaardheim gespeeld. Daarna ben ik teruggekeerd naar KSC Wilsbeke. En dan op mijn U15, toen ik 14 was, ben ik door Mark van Opstalen naar Cercle Brugge gehaald. Het is een blijk van veel vertrouwen van Cercle uit naar mij. Ik had het eerlijk gezegd niet echt verwacht. Het was een beetje onzeker of ik de voorbereiding ging meedoen, maar ik heb wel mee kunnen bewijzen en nu is dat een blijk van vertrouwen en geloof in mij en dat voelt wel goed. Ja. Ik heb een beetje profiel van een spelmaker, iemand die rust brengt aan de bal, technisch onderlegd. En ook wel mijn verdedigende taken uitvoer, maar probeer altijd meestal box-to-box te spelen. We bekijken alles stap per stap en we zien hoe het gaat op training en hoe we evolueren en zo proberen we wel misschien ja, wat speelkansen af te dwingen, wie weet. Maar realistisch blijven en stap per stap proberen te evolueren. Ik denk wel dat we de kwaliteiten hebben in deze ploeg om ja, misschien ook wel wat meer naar boven te kijken. Maar het seizoen is heel lang, dus wie weet wat er allemaal kan gebeuren qua blessures. Maar we zien wel, het is een goede groep met veel kwaliteit vind ik.